Jack, wil je klap? Nee. Get out the way, get out the way, get out the way, yeah. Win, 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 win. Goedemorgen mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Het is weer een nieuwe dag in Sjaakie's Life. In Sjaakcember, in december. Yeah, we know how we do it. Ba 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 ba, bow. Ik ben net wakker geworden en ik heb al letterlijk 2 meetings gehad. En wauw, ik zweer, dat waren goede meetings. We hebben goede dingen besproken. En dit is dus voor het project waar ik het hele tijd over heb. En jullie moeten mij even wachten. Jullie gaan het allemaal zien. Het is echt super leuk. Jullie zien me continu in dit t-shirt. Dit is echt letterlijk mijn t-shirt die ik altijd in huis aan heb. En dan ben ik nog niet gedoucht en ik moet nog gaan douchen en zo. Maar wat we vandaag gaan doen is, we gaan naar het kantoor van Kwebbelkop. Kops heet dat. We gaan langs Jordi dus. Helemaal cool. Hij laat ook even, denk ik, de hele studio zien waar hij allemaal gaat opnemen en zo. En wie weet gaan we ook nog even langs zijn nieuwe huis. We zullen wel zien wat er gaat gebeuren. Nu, wat ik moet gaan doen is lekker gaan douchen. En als ik ben gedoucht, dan ga ik ook nog even iets kijken. Ik moet dus voor het nieuwe projectje een nieuwe aflevering kijken. En het is een soort van een campagne. Maar niet voor mij, want ik leid dus de campagne. Dat is dus het projectje waar ik aan werk. En die moet ik letterlijk voor mijn werk gaan kijken. Nou, superleuk om voor je werk een serie te gaan kijken die een uur lang is. En ja, ik hoop wel dat het een leuke serie gaat zijn. Ik was een beetje naar de statistieken aan het kijken van de eerste vlog die online is gekomen. Als je hem nog niet hebt gezien, ga hem dan zeker checken. Want als ik dus de 30 dagen volhoud in Sjaakcember, dan krijg ik dus een mooi geldbedragje van Gio. En die kunnen we niet laten schieten. Dus we gaan werken voor de vlogs. We gaan werken, werken, werken. En ja, good shit. Ik ga nu even lekker douchen. En dan gaan we ook gelijk direct de kant op van Jordi. Zo, aangekleed en al. En we gaan nu naar Jordi. Oeh, wat zie je er weer prachtig uit, Carla. Thank you. Helemaal make-upt. Helemaal haartjes, helemaal flikplak. En niet vergeten, de mosterd. Oh ja, sorry. We moeten vergeten uit te halen. Nou, we zijn aangekomen in het parkeergarage. Want hier kan je echt letterlijk alleen maar parkeren in een garage. En het is 4 euro per uur betalen. Yeah. Ik ben ook een beetje boe weer. Ik moet echt koffie gaan drinken, man. Ik hoop dat ze daar koffie hebben. Sinds ik eigenlijk met Carla ben gegaan, drink ik heel veel koffie. Nee, dat is echt letterlijk no joke. Vroeger dronk ik helemaal geen koffie. Geen druppel, niks. Kijk, wel een beetje een Red Bulltje als je moe bent of zo. Maar ik vond altijd koffie zo bitter en niet lekker. Nu kan ik dat ook niet echt zo waarderen. Maar als ik ongeveer twee, drie klontjes suiker ingooi, dan vind ik het wel te doen. Ik hou juist van zonder suiker, zonder melk. Gewoon zwart, puur, bitter. That's what she said. Alright mensen, we zijn aangekomen in de Kwebbelkop. Hoe moet ik het noemen? Kwebbelkop. Kwebbelkop HQ, je weet zelf. Je weet zelf. Ja man jongens, zo hoort een beetje YouTuber aan de gang te gaan. Volgens mij komt daar merch. Ja. Nee, je hebt gelijk. Oh, okay. Ja, weet ik veel. Hij heeft net een klein beetje dingen laten zien. Ik laat het zo even zien. Kijk hier. Je hebt gewoon een keuken. En een gasfornuispik. Bro, hey, ik hoor, we gaan binnenkort steaks maken hier zo. Ja, maar het ziet er nice uit. Ping, pong, ta. Ja. Het is een... Pas op, hey, dit schiet echt hard. Niet doen. Dan geef ik blind van je. Niet doen. Kijk, wil je een klap? Nee. Oh ja. Oh ja, jij gaat ook zo beginnen. Godsamme. Dat dus. Ja, ik moet ook gaan sporten. Maar ja. Doe dan. Ja, dat zeg je altijd. Doe dan. Ja, doe dan. Oké. Hoe laat was jij vandaag wakker? 7 uur. 7 uur? En hoe laat ga je vandaag slapen? 11 uur lig je in bed. Ja, dat is voor mij aan de vroege kant. Nee, ik ben pas om 4 uur, 5 uur gaan slapen, Pik. Ja, dus? Wat heeft dat met sporten te maken? Nou, dan ben je te moe en dan heb je geen zin meer om te sporten en bla bla bla. En als je wakker wordt? Dan zit ik nog in bed. Weet je wat ik hoor? Nou? Excuses. Smoesjes. Oké. Okay. Ja? Ja. En dan krijg je... Zo. Nee, ja, Sjaak, luister. Als ik het kan jij het ook. Kijk, dit is... En Sjaak, ik zeg dit al 10.000 keer. Jordi is super goed in TED Talks. Als je iets nodig hebt en je denkt van, nou, ik heb er geen zin in om te doen. Hij is je man. Ik ben echt een hype man. Maar Sjaak, luister. Als ik het allemaal kan, dan kan jij het ook. Komt goed. We gaan rustig, stapje voor stapje. Nee, gewoon in één keer, man. Kom op. Ja, net als de vorige keer toen ik hier, niet hier bij jou thuis was. Super nice. Ik had de volgende dag gewoon letterlijk spierpijn en 2 weken erna nog steeds. De vierde oefening, waar je ook niet aan gehouden hebt, Sjaak. Ja? Voeding.
Want je kan met spierpijn, kan je toch nog wel even een Big Mac naar binnen werken. Okay. Want dat mag je gerust wel een paar keer doen, zeg. Ja, oké. Luister, wat we dan gaan doen. Jordi is dus bezig met zijn personal trainer. En ik zou sowieso nog met Joey een keertje gaan sporten. Dan ga ik een keertje met jou mee. En dan ga ik het nu echt doen. Dan zetten we daarop. Let's go. Hier zijn nog een paar desks. Kijk, ik zie ook, kan ik dat... Oh, jullie zijn aan het livestreamen, of niet? Yeah, Jerry's. Dit is jouw plekje dus? Ja man, dit is mijn plekje. Wanneer gaan we een beetje push-up wars doen? Ja bro, luister. Kijk, weet je wat het is? Ik ben nu continu dagelijks bezig dan met vloggen. En voor de mensen die niet weten, ik ben altijd aan het livestreamen op twitch.tv/livewithchuck. Gaat ze ook zeker checken. Check de link in de beschrijving. Maar nu is het gewoon een beetje moeilijk om elke dag te gaan warzone, man. Ja, ik hit je altijd op, maar je dis me altijd. Ik dis je. Je vergeet me. Dat is bullshit. Vergeet me. Af en toe. Soms. Ik moet nog gewoon een beetje vinden hoe ik kan streamen, kan YouTuben en ook nog het werk wat ik natuurlijk voor Jordi doe. Ja, daar zit hij weer. Top. En dat moet ik nog gewoon een beetje balanceren, maar dat komt wel goed. Dus we gaan snel gewoon weer Warzone spelen. Oké, welkom in de studio. Wow. Kom er gerust in. Dus hier de video's, één monitor voor OBS, script en dat soort dingen. Mm-hmm. Hier game ik dan op. Het is een hele leuke computer met mijn gezicht erop. Dat is zo ziek, ik zat er al aan te kijken. Ja. Ik laat jullie zo meteen nog wel wat andere dingetjes zien wat je mee kan doen. Heel grappig te zetten. Hier een heel dik het logo, stoel erbij. Mm-hmm. Dat is gewoon lekker naar mijn studio. En akoestiek is ook gewoon top. Nou, dus zo zie je maar wel. Als je wel even iets doorzet, dan kom je er wel. Want Jor, jij bent bezig met 2 of 3 video's per dag nu. Nu proberen we 3 te uploaden. Maar we doen er nu al 2 dagen, 2 consistent. Mm-hmm. Ik denk dat we de tweede week van december naar 3 gaan. Ja. 1 à 2 weekjes. En dan terug naar 2. Nou, ik begin nu... Let's go! Ja, ik begin nu bij 1. Per dag, ik wil sporten. Maar het ding is, ik ben nu wel bezig met mijn gamingkanaal. Maar dat doe ik samen met een paar andere vrienden en zo. Dus ik ben bezig met gaming en met vloggen. Studio. Oh, we hebben er 2. Oh, niet 1, maar 2 studio's, tuurlijk. Andere YouTubers. Ja? Ja, dat is gewoon eigenlijk hetzelfde wat in de andere studio staat. En wat ik super nice vind, stel je voor, ja. Jordi zit gewoon hier rustig, is hij aan het werk, bla 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 bla. En dan kan gewoon naar de overkant kijken. En je kan hier ook zo naar het kantoortje kijken. Ja, maar dus je hebt het over die nieuwe Osso. Osso. Dus hier hebben we het prachtige uitzicht over Amsterdam. Ik zei toch mooi uitzicht, Carlijle? Jij moet er roasten over mijn uitzicht. Dit is heel sick, ouwe. Ja, man. Ja, en dan kijk je gewoon letterlijk tegen Noord aan. En dan heb je aan de rechterkant Amsterdam Centraal daar zo. Daar is de Amsterdamtoren in de verte. Ja, bro, dit is weten. Fucking sick. En mijn huisje. In je huisje daarachterin. Ja, die wil ik ook nogal... Kom maar terug op voor een andere vlog, Sjaak. Dan heb je nog een clickbait titel. Yes, jongens, daar gaan we. Elke dag, 7 uur. Je weet hoe we het doen. Bam, bam, bam. Die eten, je hoeft hem niet door te slikken. Helemaal, kom op. Kom op, Carla. Oh, die heet different, man. Deze kreeg ik gewoon bij de Appie kopen, trouwens. Even dat je het weet. Geen illegale troep. Dit is de Ghost Chili Pepper. Een van de heetste pepers ter wereld, Carla. Je mond staat momenteel nog niet in de fik, maar over zo'n 10 seconden. Ja! Dit is wat iedereen doet. Ga je doorslikken? Nee, man, anders morgen mijn poep niet goed. Carla, kom. Ja, heel graag. Holy crap. Wat het dus nu is, elke keer als je bijvoorbeeld hier komt en ja, je gaat hier werken, dan moet je dus een Red Hot Chili Pepper nemen. En... Als je het wil, jongens, als je het wil. Carla kinda wanted to do this for a video, dus Carla, you good? Nee, niet water doen, niet nee, water nee, nee, doen. Nee, dat maakt het erger. Een banaan, pak een banaan. En, kijk, aangezien jij geen melk mag drinken, mag je doen alsof dit melk is, oké? Ik weet niet of het helpt, maar... Wil je er ook een maïzena koekje bij? Maïzena is ook heel goed ervoor, ja. Ja? Gaat het nog wel? Maar dit kun je dus gewoon bij de Appie kopen, hè? Dat is niet normaal. Oké, nou, Carla is lekker aan het huilen, want zij heeft een hele peper gegeten. Gaat dat het goed, schat? Nee. Ja. Maar nu moet ik er ook dus 1 gaan doen. Ah! Paul, nu! Kauwe. Oh boy. Mm. Ik krijg het nu al heet. Wow. Wow, yo. Wat waar? Oeh. Ah. Wow. Dit valt niet mee, bro. Hoe bedoelen jullie? Neem dit.
I don't know how you can take this, man. Heb je ijsblokjes? Geen idee. Geen idee. Oké, jongens. We gaan er vandoor. Turn the securities on. Security guard. There's a weird guy filming here. I'm not weird, you're weird. Alright, we zijn aangekomen bij Your Thuis, boys. Ik ben lekker aan het chillen. We hebben gewerkt, we hebben veel dingen gedaan en op het kantoor was ik iets aan het checken. Dat was de Dutch Stream Awards en ik vind het gewoon een beetje lame. Ik ga niet voor je liegen, ik vind het gewoon lame hoe het een beetje in zijn werk is gegaan. Er zijn heel veel YouTubers die nu ook heel veel Twitch aan het streamen zijn, als ik het goed kan zeggen. En ja, ik ben er niet echt over te pruimen, to be honest. Er is een andere YouTuber, Chatmo, die is echt een hele goede YouTuber, maar ook gewoon, hij is best wel klein. En hij is heel veel aan het streamen de laatste tijd en ik ken hem ook nu persoonlijk heel erg goed. En gewoon hoe het in zijn werk is gegaan vind ik gewoon echt... Ja, ik weet niet, man. Ik ben natuurlijk niet de slechtste zag van ja, oké, okay, maar die hoeft niet te winnen, die hoeft niet te winnen. Maar hoe het in zijn werk gegaan vind ik gewoon een beetje jammer. Dus ik ben een beetje sad erover. En niet eens dat ik, like, ik was genomineerd voor iets in de vakjury. En dat ik bijvoorbeeld dan zie dat een Game Kings beste streamteam wint, terwijl het is georganiseerd door Game Kings. Ja, vind ik gewoon een beetje weird. Like, sluit je dan zelf er buiten en dan niet dat je jezelf een award geeft. En ja, misschien is het een sponsor dingetje of zo, maar who gives a damn, right? Ik ben nu gewoon lekker aan het chillen. Meneertje Jor is lekker Rocket League aan het spelen. We zijn even aan het wachten voor eten. Mijn buik doet nog steeds, I kid you not, nog steeds pijn door die Red Hot Chili Pepper. Ik heb echt letterlijk 20, 30 minuten nog even moeten... Want het was niet te harde. En ik, voor de mensen die mij al heel lang kijken, ik kan niet tegen heet eten. En ook niet helemaal tegen een peper. Ik heb een halve peper gegeten samen met Jordi. Dus dat was wel echt een beetje killing. Nou, nu gaan we even lekker wachten op het eten. En dan gaan we eten. Yeah, yeah. One for you, Carla. Why that one? This one is a good one. It's a very thin one. Allright, wat we nu gaan eten is Wagyu. Jordi heeft het zelf gemaakt. Carla gaat het eerste stukje eten. Holy shit. Ik probeer even wat nieuws. Hé, maar nu wil ik ook. I want some. I want some. Mm-hmm. Oké. Okay. Damn. Holy shit. Snap je? Dat is een good shit, man. Ah, joh. Later. Hou van je. Ik kom de volgende keer je nieuwe penthouse wel checken, ja? Is goed, man. See you soon. Jack, later, man. Jojo. Nou, en nu gaan we weer naar huis. Ja. Yeah. En we zijn weer thuis. Oh, ik vind het echt super chill om zo lekker thuis te komen. Dat het huisje helemaal schoon is. En ja, als je dat gewoon zo ziet en het gewoon... Ja man. We zijn net bij Jordi geweest. Het was super gezellig. We zijn naar zijn kantoor toegegaan. En we zijn ook even wezen chillen bij hem. Een van deze dagen gaan we ook langs zijn nieuwe huis. En dat is super sick. Het is echt... zo groot en dat gaan we wel binnenkort zien in de vlog. Maar ja, ik wou even dit laten zien. Ik heb dus een nieuwe muis gekocht voor mijn MacBook, want ik ga natuurlijk heel vaak weg uit de deur en weet ik veel wat. Dus ik heb deze muis gehaald. Vroeger had ik deze muis, dit is eigenlijk de eerste versie ervan, een MX Master. Ik vond hem super chill, alleen Carla, die gebruikt hem de hele tijd, dus ik moest wel een nieuwe gaan halen. Je weegt intussen de muis op de computer. Wat zeg je? Je weegt intussen de muis op de computer. Oh shoot, ik dacht al, wat de hel? Ja, ik heb deze so what somehow soort van voor jou gekleed. Ja, zonder dat ik het wist. En je zegt ook helemaal niks. Je had gewoon voor jezelf een nieuwe besteld. En je dacht echt zo, oké. Nee, maar ik dacht van, weet je wat, dan kan Carla die houden, want zij heeft die de hele tijd. En bijvoorbeeld voor vandaag, toen ik op kantoor was, toen moesten we nog een paar dingen doen. En ik kan nu eindelijk gewoon een beetje zeggen wat we aan het doen zijn. En ik kan laten zien. En ik heb weer meer vrijheid dat ik meer dingen kan laten zien. Dus we waren vandaag in een meeting. Ik zat in de studio van Tiger. Dat is de compagnon van Jordi. En daar had ik dus deze muis. En dan kon ik lekker gaan werken. En ja, Jordi, Jeremy en de andere vriend van Jordi, die waren dus Warzone aan het spelen. Dus hun waren lekker aan het gamen. Maar ik was aan het werken. Lekker bezig. Oh, ik denk dat ik maar even een theetje ga zetten. Oké, jongens. Ik heb lekker mijn thee hier in mijn handje. En ik ga de vlog afsluiten. Ik vond het super gezellig bij Jordi. Vond je het ook super gezellig, Car? Ik vond het super gezellig. Ja, nice. Goed zo.
Ja, wat kan ik nog meer allemaal zeggen? Morgen is er weer een nieuwe vlog om 7 uur. Jongens, de laatste video's zijn zo goed bekeken. Like, wauw, dankjewel daarvoor. Dat geeft me super veel motivatie om gewoon lekker weer door te zetten. En weer lekker te gaan vloggen. En lekker weer te gaan chillen met jullie, want jullie vinden het super leuk. De laatste video's hebben iets van 400 tot 600 duimpjes omhoog. Kom, we gaan dit doen. Ik wil elke video boven de 1000 likes zien. Boven de 1000 likes. En als je dit een leuke serie vindt, stuur dit dan door gewoon naar je vrienden of vriendinnen. Wil je op de hoogte zijn van mijn video's? Dat kan zeker via Instagram. Volg me ook zeker op Instagram. Instagram, @Sjaak, jazeker. En ook nog eens op Twitter, @Sjaak. En ja, dat is gewoon een hele makkelijke Twitter-handle en Instagram-handle. Want S-J-A-K, allemaal op de socials. Ik ga jullie morgen spreken weer om 7 uur hier op mijn kanaal. En er is nog maar één ding wat ik kan zeggen. En dat is tot de volgende. Joejoe!